En hier is in Regio Flits dan weer het korte nieuws van deze week. Wethouder Corrie Verree heeft haar ontslag aangeboden omdat zij per 19 juni waarnemend burgemeester wordt van de gemeente West-Maas en Waal. Zij volgt Steenkamp op, die met pensioen gaat. Hoe de vacature in de gemeente Tiel wordt ingevuld is nog niet bekend. Van 12 tot en met 24 juni vindt de clubkampioenschap plaats van tennisvereniging LTV de Ridderweide. Voor meer informatie en inschrijving kijk op www.ridderweide.nl. Het kunstgrasveld van FC Lienden is door de KNVB afgekeurd. De gemeenteraad van Buren zal niet eerder dan oktober 2017 beslissen of er budget wordt vrijgemaakt voor een nieuw veld. Misschien ergert u zich ook wel eens aan al die reclameborden langs de weg in Tiel. De gemeente in ieder geval wel en is de wildgroei meer dan zat. De gemeente werkt aan nieuwe regels om dit een halt toe te roepen. In 2014 heeft het gemeentebestuur de regels vereenvoudigd, waardoor er geen vergunning meer nodig is voor de reclameborden. Daardoor komen er steeds meer in de stad. Het college wil dit graag nu gaan terugdringen. De borden die hinderlijk of gevaarlijk staan, worden sowieso al verwijderd. Op verzoek van het presidium, waarin alle fractievoorzitters van Tiel vertegenwoordigd zijn, zal de bijzondere raadsbijeenkomst op 31 mei, dat gaat over de tekorten op het sociaal domein, door Regio TV live worden uitgezonden vanaf 8 uur 's avonds. Tevens te zien op ons YouTube-kanaal. Het miljoenentekort op de jaarrekening 2016, veroorzaakt door de tekorten op het sociaal domein, waar wij vorige maand uitgebreid over berichten bij de gemeente Tiel, is teruggebracht tot een bedrag van 17.000 euro. Dit is gelukt door onder andere minder te storten in de algemene reserve en ontvangsten van regiogemeenten uit solidariteitsprincipe. Een 47-jarige Tielse is door de politie aangesproken op haar gedrag. De vrouw stond regelmatig naakt voor het raam, waarbij ze zich onzedelijk betastte. U ziet hier een impressie. Dat is een grapje natuurlijk, maar de vrouw is wel geadviseerd door de politie om gordijnen te kopen. Tot zover Regio Flits. Mijn naam is Gijs Peters. Tot de volgende Regio Flits.